Ja, en we zijn live. Goedemorgen allemaal. Even kijken of alles goed werkt. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Technische huishoudelijke mededeling. Als je kijkt via de Facebookgroep, dan kun je daar onder de live gewoon je reactie in tikken. En dan zie ik de vragen in mijn scherm voorbij komen. Kijk je via YouTube, dan is het belangrijk om even in te loggen met je account als je dat hebt. Want dan kun je dus ook daar gebruik maken van de chat. Doe je dat niet, log je niet in, dan heb je kans dat je dus niet in de chat de vragen kan stellen. Dus kijk even wat mogelijk is. En kijk je via de Facebookgroep, dan is het belangrijk om boven de live waar je mij ziet, daar staat een linkje met streamyard.com/Facebook. Als je daar dan even op klikt, dan zie ik ook jouw naam verschijnen. En dat is wel fijn als ik natuurlijk vragen wil beantwoorden, dat ik weet ja, wie er meekijkt. En dan is het ook natuurlijk makkelijker om persoonlijke antwoorden terug te geven. Dus dat is even voor nu huishoudelijke mededeling. Super dat jullie meekijken, super dat jullie er zijn. En ja, we gaan samen op reis. We gaan samen op reis. En ik wil je eigenlijk heel graag een stukje anders laten kijken naar het slaapprobleem wat op je pad is gekomen. Ik heb gemerkt dat heel wat slaapcoaching en de standaardadviezen, ook van het consultatiebureau, et cetera, heel anders kijken dan ik kijk. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik deze online lezing geef. Hè, mijn andere kijk op slaapproblemen met jou delen. En ja, natuurlijk is er de gelegenheid tot vragen stellen. Sterker nog, dan wordt deze live alleen maar interessanter. Want juist ook het slaapprobleem van jouw kindje is een heel persoonlijk verhaal. Dus ja, weet dat. Dus schroom niet om je vragen te stellen. En nou ja, super dat je er bent. Even kijken. Ik wil wel even weten of ik goed te verstaan ben eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Oké, we gaan aan de slag. Want hoe zou het voor jou zijn als het naar bed brengen van jouw kind geen gedoe meer zou zijn? Hoe zou het voor jullie zijn als gezin? Wat zou het jullie opleveren als jullie elke nacht weer door zouden kunnen slapen? En begrijp me niet verkeerd, hè, als we het hebben over jonge kinderen, hè, baby'tjes van een aantal maanden oud, die hoeven nog niet door te slapen 's nachts. Het hoort niet bij hun natuur, zeg maar. Maar als jouw kind al ouder is, hè, en het doorslapen in de nacht eigenlijk echt wel verwacht mag worden, hoe zou het dan voor jullie zijn? En wat zou er in jullie dagelijks leven veranderen als jullie weer elke nacht door zouden kunnen slapen? En hoe zou het dan ook voor iedereen zijn als je elke dag weer met een glimlach op kan gaan staan? Nou, ik wil dus heel graag jullie een stukje meenemen in het anders kijken naar het slaapprobleem van je kindje. Hè? Anders denken, uiteindelijk ook voor een leuker leven, voor heel jouw gezin en natuurlijk ook voor jou. Zodat uiteindelijk ook echt weer elk gezin heerlijk kan gaan dromen. Want dat is wel wat het is als je te maken hebt met slaapproblemen. En vooral ook als jouw kindje al maanden of zelfs jaren slechter slaapt. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. Het doet wat met je, het doet fysiek wat met je, het doet mentaal wat met je, het doet emotioneel wat met je. En je merkt dan ook op een gegeven moment dat mensen steeds meer op een automatische piloot komen te staan. Je gaat meer overleven in plaats van leven. Nou, de kans is ook echt aanwezig dat je al van alles hebt geprobeerd, maar niks lijkt te werken of het werkt maar eventjes. Nou, dan hoop ik echt dat deze lezing jouw inzichten gaat geven. Want 9 van de 10 keer kijken wij niet op die diepere laag. Waarom slaapproblemen nou eigenlijk ontstaan? En heel vaak krijg je dus eigenlijk ook wel goed bedoelde adviezen of opmerkingen van je omgeving. Ach joh, het is maar een fase. En je moet je kind gewoon maar even laten huilen. Ach, dat hoort erbij. Maar nee, het hoort er niet bij. Nee, het is vaak geen fase. Jij weet als moeder wel, of vader, van nou, dit duurt nu wel een tijdje. Dit is niet zomaar een fase. En nee, het hoort er dus zeker niet bij. En je moet je kind gewoon maar even laten huilen, is het laatste wat ik jou zou aanraden. Want wat gebeurt er als we kinderen maar even laten huilen? Kinderen huilen niet voor niks. Je moet nagaan, hun vecht-vluchtsysteem gaat eigenlijk aan, hè? Alle alarmbellen gaan af, want diep van binnen voelen zij zich of onveilig, of er is iets aan de hand, of ze hebben pijn.
En het op de een of andere, de enige manier om dat duidelijk te maken is dus om te huilen. En als jij je kindje maar laat huilen, ja, een kind kan het 1 heel lang volhouden en 2 als het kindje op een gegeven moment het ja, toch maar een beetje op gaat geven, van binnen, waarom jouw kindje huilt, is daaraan niks veranderd. Dus je kindje is nog steeds, voelt zich angstig, onveilig of heeft pijn van binnen. En daar verander je dus niks aan. Ja, je bent dan eigenlijk meer bezig met symptoombestrijding. Hè? Het huilen ben je op die manier dan aan het reguleren. Maar eigenlijk geeft jouw kindje het dan op een gegeven moment op. Maar diep van binnen gebeurt er nog van alles bij jouw kind. En dat wil je niet. Hè? Je wil uiteindelijk ook voor je kind op een diepere laag die problemen oplossen die er zijn. Want dat is het. Het is eigenlijk ook geen toeval dat het net jou en jouw kindje betreft. Er zit een echte reden achter, er zit een echte oorzaak achter. Nou, en ik hoop je heel graag wat inzichten te geven in die echte oorzaak hier in deze lezing. En het is dus echt ook mogelijk. Het is ook mogelijk om het slaapprobleem bij de kern aan te gaan pakken. En soms kan het ook echt snel gaan. Hè, als een verhaal op een gegeven moment begrepen wordt. Hè? Want eigenlijk wil jouw kind niks liever jou iets duidelijk maken. Hè? Jouw kind heeft een boodschap met zijn of haar gedrag. Met zijn of haar slaapgedrag. Hè? Die wil eigenlijk niks anders aangeven van pap, mam of wie dan ook. Kijk hier nog eens naar. Want hier zit nog iets onder. En als je dat verhaal te pakken krijgt. Als je weet wat jouw kindje eigenlijk laat zien met zijn of haar slaapgedrag. Ja, dan is het mogelijk dat het slaapgedrag ook van de een op de andere week kan veranderen. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Soms zijn er meer verhalen gekoppeld aan het slapen. Of zijn er meer overlevingsmechanismes gekoppeld aan het slapen. En dan is het een iets langer proces. Maar ik heb wel degelijk verhalen waarbij kinderen echt binnen een paar weken gewoon echt beduidend beter sliepen. En dus het is ook echt mogelijk en het is ook echt mogelijk voor jou. Alleen je zult wel die stapjes moeten gaan zetten. En ik wil je ook vragen om tijdens deze lezing een open blik te hebben. Want wij worden op een bepaalde manier opgevoed. Door onze ouders, op school, maar ook door de reguliere weg. En eigenlijk word je vooral een bepaalde manier aangereikt. Maar daarbuiten zijn nog zoveel andere mogelijke manieren. Alleen als we daar niet mee opgevoed worden of daar geen les in krijgen, ja, dan is het soms heel lastig om ook de andere wegen überhaupt te zien en laat staan toe te passen. Dus voor deze lezing, sta er zo open mogelijk in en ga voor jezelf ook na of iets klopt voor jou. Ik heb niet de waarheid, ik heb een waarheid. Ik heb een waarheid die voor mij werkte, die voor klanten van mij werken. Maar dat wil niet zeggen dat het voor jou werkbaar is en dat jij je erin kan vinden. En dat is helemaal oké. Observeer tijdens deze lezing ook vooral wat je raakt. Want jij merkt op een gegeven moment wel van, chips, dat klopt wat ze zegt. Of ja, dat heb ik ook meegemaakt. En daar zit dan een kern van waarheid in voor jou. Dus schrijf die dan ook op. He, observeer wat je raakt. En ga vervolgens op onderzoek uit. Want alle antwoorden zitten in jou. En ook dit is iets wat we in de reguliere maatschappij verheerlijken. Ons verstand, ons brein, daar moeten we het mee doen. Zo moeten we het oplossen. Maar 9 van de 10 keer heb je waarschijnlijk al van alles geprobeerd. Misschien al tot echte slaapcoaching. In een bepaald ritme je kind laten slapen. Bepaalde negatieve slaapassociaties afbouwen. Dat is allemaal vanuit je verstand vaak. Maar de antwoorden zitten in jou. En het is dan ook heel belangrijk om je lijf daar ook bij te gebruiken. En daarom ook tijdens deze lezing, als er dingen jou raken. Hè, als je een brok in je keel krijgt of je hoort een verhaal. En je denkt, die vind ik niet leuk. Of dit is naar. Of dit is niet fijn. Of je schiet misschien vol. Weet dat daar dan een kern van waarheid in zit voor jou. Nou, en ook dit is iets wat we niet leren in onze maatschappij. Af en toe even stilstaan en even voelen hoe je erbij zit op dit moment. Dus ik wil je gelijk uitnodigen om even je ogen dicht te doen. En adem een keer diep in en uit. En voel even, alleen maar op dit moment, wat je ervaart in je lijf. Voel je spanning bijvoorbeeld in je schouders. Of voel je dat je onrustig bent. Voel je een knoop in je maag of bij je darmen? Of is het er allemaal wel vrij rustig?
Nou, de kans is ook aanwezig dat je natuurlijk echt wel vermoeidheid voelt. Dus waar voel jij dat dan precies in je lijf? En adem nog een keer in door je neus. 3 tellen. En 6 tellen uit door je mond. En laat op een uitademing die spanning die je los kan laten los. Adem nog 1 keer in door je neus. En uit door je mond. En dat doen we nog 1 laatste keer. En laat op een laatste uitademing ook alle spanning los. Laat je schouders los, je kaken los, je buik los. Alles wat je nog hebt aangespannen. Adem in door je neus. En uit door je mond. En open dan weer rustig je ogen. Dit is voor nu je uitgangspositie. Dus nogmaals, je weet nu hoe je erbij zit. Je weet nu hoe je je voelt van binnen. En kijk ook wat er komt tijdens deze lezing. Weet dat als de lezing iets met je doet, dat alleen maar prima is. Er komen de dingen in beweging. En het kan ook helemaal niks doen. Het is helemaal oké. Nou, wat ik al zei, neem niks klakloos van mij aan. Maar voel dus wat past bij jou. Hè? Door bepaalde verhalen, door bepaalde ervaringen. Heb je zoiets van, oh ja, maar dat is waar. Of in één keer, ik stel een vraag en jij denkt, nou nee, is bij mij niet zo. En in één keer komt er bij jou een hele andere gedachte naar boven. Schrijf ook dat even op. Want dat is zo mooi. Ik werk heel erg met het onderbewuste. En ons onderbewuste moet je eigenlijk zien, voorstellen als een ijsberg. Topje van de ijsberg, boven het wateroppervlak. Dat is wat je ziet. En 95% zit onder dat wateroppervlak. Dus 5% van eigenlijk wie we denken te zijn, wat we doen, hoe we handelen, is op bewust niveau. Maar 95% is op onbewust niveau. En daar, op dat onderbewuste niveau, daar zit van alles opgeslagen. Ook dus met betrekking tot slapen voor jouw kind. Of kinderen, dat kan trouwens ook. Hè? Het kan zomaar zijn dat je niet 1 kind hebt dat slechter slaapt, maar meerdere kinderen. En ja, dat is echt mogelijk. Ook dat heb ik wel eens gehoord van mensen. Van, oh ja, nou, hè, kind nummer 1 sliep slecht, maar bij de tweede zal het vast anders zijn. Ja, dat kan. Maar de kans is ook echt daadwerkelijk aanwezig dat ook jouw tweede kind, ook jouw derde kind, of wat dan ook slaapproblemen heeft. En dan zit het in de familielijn. Maar dat zit dus op dat onbewuste niveau, 95%. En je moet het eigenlijk zo zien, alles wat wij meemaken, dat wordt daar opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een vervelende gebeurtenis. Als je iets meemaakt, iets heftigs meemaakt, wat voor jou heftig is. Hè, want voor mij kan dat heel iets anders zijn dan voor iemand anders. Op dat moment komen er bepaalde emoties vrij, bepaalde gevoelens vrij. En daar zijn ook vaak gedachten en overtuigingen bij. Hè, dat je denkt, dit wil ik niet meer. Of zo kan het niet meer. Of ik zal het zelf wel gedaan hebben. Nou, vervolgens creëert jouw biologie, je natuur, die creëert een overlevingsmechanisme. Om maar dit soort gebeurtenissen de volgende keer of te voorkomen, of om te vermijden. Nou, en dit is dus een gebeurtenis, een onverwerkt gebeurtenis, waar dus nog emoties, gevoelens bij komen kijken. En een gedachte of een overtuiging met overlevingsmechanisme. En als we het hebben over slaap, dan is de kans gewoon enorm groot dat er 1 of meerdere overlevingsmechanismes bij jouw kindje in dat onderbewuste zitten. Nou, daarom is het ook zo belangrijk om te kijken wat raakt jou. Hè? Want als iets in mijn verhaal jou raakt, dan worden dus bepaalde emoties en gevoelens aangewakkerd. En dan weet je dus van, hé, hier zit nog een patroon. Maar we geven ook overlevingsmechanismes door, hè? In de familielijn. Met mijn begeleiding kijk ik altijd ook naar wat is er gebeurd tijdens de zwangerschap. Wat is er gebeurd tijdens de geboorte. Maar wat zit er ook in de familielijn. Want ook die overlevingsmechanismes worden op celstructuur doorgegeven aan de volgende generatie. En zo kan het zomaar zijn dat als jouw oma slaapproblemen had, jouw kindje dat misschien nu ook heeft. Ook al is jouw oma al lang al overleden toen jouw kind of kinderen geboren waren, op onbewust niveau kan dat doorgegeven worden. Dus sowieso, voor nu is al de eerste belangrijke vraag, zitten er slaapproblemen in de familielijn? Mocht je vragen hebben tussendoor, onduidelijkheden of ga ik te snel, laat het weten in de comments. En anders ga ik gewoon door.
Nou, neem dus niks klakloos aan. Ik heb een waarheid, het is mijn waarheid. En voel voor jou wat klopt. En jij voelt op een gegeven moment wel met bepaalde gebeurtenissen van, ja, maar dit is inderdaad zo geweest bij mij. Nou, wie ben ik? Mijn naam is Sylvia Bernhards. En dit is mijn gezin, mijn man Bob en mijn zoon Stan. Hier op de foto 6 jaar, maar inmiddels is hij al 9. En ik kom van oorsprong uit het speciaal onderwijs, cluster 4. Dus de gedragsproblemen en psychische problemen. En ik ben altijd al op zoek geweest naar de echte oorzaak onder een, toen was het een leer- of een gedragsprobleem. En daar waar etiketten werden uitgedeeld, was dat voor mij zeker niet het eindstation. Want hoe komt het dat het ene kind het wel heeft en het andere kind niet? Hoe kwam het dat kinderen met een gemiddelde of hogere intelligentie toch tegen allerlei leerproblemen aanlepen of gedragsproblemen? Dus ik ben eigenlijk altijd al verder gaan kijken. En dat onderzoek bracht mij al steeds meer terug naar de mens. Hè, wat zijn de leerstijlen van iemand? We hebben het over visueel denken, taaldenken, maar ook motorische problemen. Hoe zit de motoriek in elkaar? Maar eigenlijk ook al van baby af aan. Hè, als daar al bepaalde motorische bewegingen, de primaire reflexen, de babyreflexen, als die daar al een kink in de kabel krijgen, dan kan het dus zijn dat bepaalde gedragingen en bepaalde overlevingsmechanismes al aangewakkerd worden. En zo is het ook bij slaapproblemen. Kan het zomaar zijn dat als de geboorte pittig is geweest, dat de bepaalde babyreflexen niet helemaal goed geïntegreerd worden op dat moment. En daardoor kan het zomaar zijn dat er bepaalde kinken in de kabel komen. Bijvoorbeeld als we het hebben over een belangrijk babyreflex, de morroreflex. Als een babytje geboren wordt ook. Soms, dat was vroeger vooral ook, liet het kindje heel even een beetje vallen. Dat hoofdje een beetje naar achter ging. En wat doet een baby automatisch? Die opent zich en die neemt eigenlijk een teug adem. Hè? Dat is ook om die longetjes en de ademhaling op gang te krijgen. Maar het is eigenlijk een schrikreflex. Hè? Als er gevaar is, dan moet de boel aankomen te staan. En soms zien we het nog wel dat babytjes heel alert zijn om het minste geringste, eigenlijk die schrikbeweging al maken. Maar je moet nagaan dat het gepaard gaat met een stoot adrenaline, stoot cortisol door het lijfje. En slapen wordt dan natuurlijk heel erg lastig. Nou, in mijn zoektocht ook naar die reflexen ben ik uiteindelijk verder en verder en verder gegaan. Totdat ik op een gegeven moment ook mijn eigen slaapprobleem tegenkwam. Ik heb niet een regulier slaapprobleem van altijd. Maar ik had altijd wel moeite als mijn man weg was. Dan had ik altijd heel erg moeite om zelf alleen te moeten slapen. Hè, bang dat mij iets zou overkomen. En in een bepaalde fase van mijn leven verergerde dat zo. Dat mijn man, als hij ook gewoon naast mij lag, dat ik nog, als ik maar iets hoorde, die stoot adrenaline door mijn lijf, die stoot cortisol door mijn lijf. Terwijl ik mentaal al lang al wist, ik ben veilig, er is niks aan de hand, mijn man ligt gewoon naast mij. Maar mijn lijf reageerde alsof het echt in groot levensgevaar was. Nou, nogmaals, als er zo'n stoot adrenaline door je lijf gaat, of zo'n stoot cortisol, dan gaat je ademhaling omhoog, je hartslag gaat omhoog. Oftewel, je staat in opperste paraatheid. Hè? Het vecht-vluchtsysteem is dan aangezwengeld. En slapen gaat dan helemaal niet meer. Nou, en ik had dat in een bepaalde periode bijna elke nacht. En dat doet wat met je. En toenmalige docent vroeg ik toch van, ja jeetje, wat is dit toch? En een hele belangrijke vraag ook gelijk voor jullie. Sinds wanneer is het slaapprobleem ontstaan? Of is het beduidend verergerd? Nou, en dan gaat ook het onderbewuste dus eigenlijk weer aan de slag. Want wat bij mij gelijk omhoog kwam, was ja, een paar weken daarvoor was mijn opa overleden. In de nacht. En daar was ik bij. En in het ziekenhuis samen met familieleden. Hij had een dubbele longontsteking, dus hij ademde al wat zwaar. En af en toe dan nam hij een teug adem. En hij stopte. En op dat moment zat ik natuurlijk alert van, nu is het voorbij. En daarna ademde hij weer door. Dus precies wat ik daar in de nacht, nou ja, hoe lang zal het geweest zijn, 1 of 2 uurtjes achter elkaar heb ervaren. Hè? Dus alert zijn en dan weer afzwakken. Dat herhaalde ik dus de weken daarna in de nacht. Dus zo kan het brein en lijf dus werken. Hè? Want het was voor mij een heftige ervaring dat mijn opa daar op sterven lag. Want
Ik had nog nooit een dood persoon van dichtbij gezien. Nou, als iemand op sterven ligt, dat doet natuurlijk sowieso wat met je. En ja, mijn lijf en brein heeft dat gesignaleerd. Ik heb er zelf mee proberen te dealen. Hè? Dus ook vooral sterk zijn en niet te veel over nadenken. Maar mijn lijf vond er wel degelijk iets van. Hè? En wat mijn lijf daar op dat moment heeft besloten, van nou pas op, want in de nacht kan er zomaar iemand overlijden. Dus ook... ga voor jezelf na. Wanneer is het slaapprobleem ontstaan? Want ik zag ook al in de vragen dat er iemand was. Even kijken. Mocht je vragen hebben, stel ze in de chat, hè? Onze dochter, 16 maanden oud, komt nog 3 keer per nacht. Ze wordt krijzend wakker en elke nacht al 10 maanden lang. Dus als ze 16 maanden is, min 10, dan ben ik heel benieuwd wat er met 6 maanden gebeurd is. Wat is daar gebeurd in die periode? Hoe zat je zelf toen in je vel? Wat was er gaande binnen de familielijn? Is er iets gebeurd bij je kind natuurlijk? Dat kan ook. En als dat allemaal niks is, dan zou je ook nog eens kunnen kijken wat is er gebeurd met 6 maanden zwangerschap. Want dat heeft linken met elkaar. En zo kijken we natuurlijk niet. Want die zwangerschapsperiode is ook zo'n belangrijke periode. 9 maanden zwangerschap zit jouw kindje veilig bij jou in de buik. Maar je moet wel realiseren dat alles wat jij ervaart, alles wat jij eet, alles wat jij meemaakt, ervaart en eet en drinkt jouw kind ook. En het is daarom ook altijd heel belangrijk om in verbinding te blijven met je kind. En als er bepaalde heftigheden gebeuren, hè, bepaalde situaties die dan voorkomen tijdens de zwangerschap, blijf ook communiceren met je kind van nou, ik maak nu iets mee en het maakt me verdrietig of het maakt me boos en ik maak me zorgen. Maar dit zijn mijn gevoelens en niet die van jou. Want hoe klein die kleintjes dan ook zijn, op onbewust niveau worden er al overlevingsmechanismes gecreëerd. Want die 9 maanden zwangerschap is ook voor het kindje een voorbereiding op de gezinssituatie waar het in terecht gaat komen. Of de familie waarin het in terecht gaat komen. En het kan zomaar zijn, ik heb dat ook meegemaakt met klanten, dat in één keer tijdens die zwangerschap een dierbare plotseling slecht nieuws kreeg, hè, ziek werd of zelfs misschien kwam te overlijden. Ja, en dat kan zomaar overgedragen worden op jouw kindje en kan zomaar een oorzaak zijn van het slaapprobleem. Ik zeg niet dat het zo is, het kan. Als dit iets met je doet, dan is er dus een mogelijkheid dat dit speelt bij jou. Dus even voor de vragen nog van Stephanie. Of Stephanie, 16 maanden oud. Kindje komt nog 3 keer per nacht. Wat ik al zei, ze wordt krijzend wakker, dus ergens heeft zij ook... die alertheid, hè, dus op onbewust niveau heeft ze ook het idee van help, er gaat iets gebeuren of er is gevaar. Ook al is jouw kindje natuurlijk niet in gevaar, op onbewust niveau zit dat nog in haar onderbewuste. En het duurt nu al 10 maanden, dus ik ben heel benieuwd wat er is gebeurd met 6 maanden of in 6 maanden zwangerschap. Nou, om mijn verhaal voor te zetten. Nou, zo is dus bij mij het balletje gaan rollen. Heb ik sinds 2012 mijn eigen praktijk. En ja, ik merkte dus dat mijn kijk op slaapproblemen heel anders was dan de reguliere weg. Het mooiste was natuurlijk om mijn verhaal af te maken. Toen ik dat realiseerde, dat het te maken had met het overlijden van mijn opa in de nacht. Van de een op de andere dag had ik dat dus niet meer. Midden in de nacht zo wakker worden en zo heftig reageren. Dus bewustwording is een hele belangrijke. En daarnaast ook nog kijken wat er verwerkt mag worden. Nou ja, het is een fase, je moet je kind maar laten huilen. Ach, dat hoort erbij. Nee, zeker niet. Hè? Jouw kind vertelt nog een boodschap met zijn of haar slaapgedrag. En het is aan jou om te kijken of jij daar iets mee wilt doen of niet. Ik wil ook nog een paar standaard slaapadviezen geven. Hè, voor mensen die net op onderzoek uitgaan. Weet wel dat als jouw kindje jong is... er worden best heel wat kinderen ook echt geboren de laatste tijd die van baby af aan al heel veel huilen. Vaak wakker zijn, niet te troosten zijn.
En als moeder weet je echt wel van, dit klopt niet. Hè? Dit is zo heftig. Mijn kindje reageert zo heftig. Dat is niet zomaar even meer een fase. En vaak als je naar het consultatiebureau gaat op de huisarts, kan het zijn van, ach joh, kijk het nog even aan. Of ja, maar je kindje moet nog wennen. Maar volg echt je moedergevoel. Want de kans is echt aanwezig dat er iets speelt. Daarom zei ik ook al, de geboorte is ook een hele belangrijke periode. Hoe was de bevalling voor jou, maar ook voor jouw kind? Hè? Hoe was de geboorte? Als we het hebben over snelle geboortes of met bepaalde complicaties. Denk ook bijvoorbeeld maar aan een tangverlossing. Hè? Tangverlossing of vacuümpomp, er komt echt wat kracht op dat hoofdje te staan. En slapen kan dan heel lastig zijn. Hè? Als het een beetje ontwricht is of bepaalde nekwerveltjes zijn verschoven, dan heeft jouw kindje gewoon pijn. Dus het is daarom heel goed als de bevalling pittig is geweest, als er bepaalde medische ingrepen, ook oxytocine, als jij synthetische oxytocine hebt toegediend gekregen en als het nog veel is ook, dan is het ook heel interessant om daar eens naar te gaan kijken. Want dat brengt heel wat teweeg. Bij zowel jou als bij jouw kind. Het doet iets tussen de binding, de bonding tussen jou en je kind. En ja, als je dus ook echt veel toegediend hebt gekregen, kan het ook zomaar zijn dat jouw kindje daar nog last van heeft. En ook daar kun je dus slaapproblemen door krijgen. Maar nogmaals, als jij dus al een jong, want ik heb ook wel eens te horen gekregen, ja, maar zulke jonge kinderen, slaapcoaching is onzin. Ja, klopt. Als we het hebben over in een ritme proberen te krijgen, als je kindje nog maar een paar maanden oud is of een paar weken oud. Maar als moeder zijnde weet jij dat er iets niet klopt. Weet jij dat jouw kindje pijn heeft of dat er iets aan de hand is. En ga dan ook op onderzoek uit wat voor jou kan werken. He, ga eens langs een osteopaat. Wel een goede die met baby's kan werken. Of een craniosacraal therapeut. Of in ieder geval iemand die het gestel ook kan bekijken. Van een vriendin weet ik dat de borstvoeding eigenlijk helemaal niet goed ging, want het aanhappen ging niet goed. Terwijl ze bij de oudste prima borstvoeding kon geven. Ook haar kindje was veel aan het huilen. En nou, ze is gelukkig naar een osteopaat gegaan. En door de vacuümpomp was heel het kaakje en het schedeltje een beetje uit verband getrokken. Ja, en dan wordt aanhappen van die borstvoeding wordt natuurlijk ook lastig. En ook liggen kan lastig zijn. Dus ja, kindjes huilen niet voor niks. Nou, dan kom ik eigenlijk al gelijk bij bij het hoofdthema. Zolang slapen nog gekoppeld is op onbewust niveau aan angst of aan pijn, dan wordt het slapen een heel gedoe. Wordt gewone slaapcoaching in een ritme krijgen ook een hele strijd. Nou, en dit haal ik nu aan omdat het natuurlijk een van de dingen die je als eerste uit wil sluiten is of jouw kindje pijn heeft. En daarom zeg ik ook, als het een snelle bevalling is geweest, als er complicaties bij kwamen kijken, als je het idee hebt, hé, hey, mijn kindje heeft pijn, het huilt zoveel, het overstrekt zich, laat dan eens jouw kindje even checken door hem bijvoorbeeld, wat ik al zei, een osteopaat of een craniosacraal therapeut of chiropractie. Maar dan moet je echt kijken voor iemand die echt ervaring heeft met baby's. Want verschoven nekwerveltjes kan een mogelijkheid zijn. Maar ook reflux, verborgen reflux, kan een mogelijke oorzaak onder slaapproblemen zijn. Darmklachten, allergieën, koemelkallergie. Maar ook natuurlijk problemen aan de luchtwegen. Het zijn allemaal mogelijkheden die natuurlijk ook het slapen belemmeren. Dus stap 1 is natuurlijk echt gaan kijken of er fysiek iets aan de hand is met jouw kindje. En kijk of je dat natuurlijk kan verhelpen. Ook onder fysieke klachten, als we het hebben over reflux, darmklachten, etc., zit weer een echte oorzaak. Ook op onbewust niveau spelen er nog onverwerkte gebeurtenissen met heel wat emoties en gevoelens erbij, gedachten en overtuigingen, waardoor uiteindelijk de biologie zelf iets creëert, een overlevingsmechanisme creëert, fysiek dus iets creëert, bijvoorbeeld reflux of wat dan ook, om bepaalde dingen maar te kunnen voorkomen. Dus ook bepaalde fysieke klachten zijn zeker niet het eindstation. Ga verder kijken, zodat je het bij de wortel aan kan gaan pakken en zodat het dan ook echt opgelost kan gaan worden.
Nou, fysieke klachten is natuurlijk punt 1. Nou, als je weet van, nee, mijn kindje heeft geen fysieke klachten. Mijn kindje wordt gewoon echt in paniek wakker. Hè. Je weet op een gegeven moment, er zit gewoon ergens angst. Maar waarvoor? Geen idee. Nou, dan kunnen ook nog wat standaard slaapadviezen werken. Maar die heb je waarschijnlijk al geprobeerd. 1, zorg natuurlijk voor een donkere kamer. Hè. Ik kijk ook heel erg naar hoe de natuur het bedoeld heeft. En ja, iets wat we natuurlijk zelf hebben gecreëerd is kunstmatig licht. En als het op een gegeven moment in de natuur wat schemerig begint te worden, dan krijg je op een gegeven moment vanuit je systeem een seintje van, hey, je mag je klaar gaan maken voor de nacht. Melatonine wordt aangemaakt en allerlei processen in je lijf worden aangezwengeld om uiteindelijk te gaan slapen. Nou, heeft jouw kindje, is die wat gevoeliger? En dan kan het zomaar zijn dat als er veel licht om je heen is, dat jouw kindje daar gewoon wat meer last van heeft. En dat die natuurlijke processen toch een beetje verstoord raken. Nou, en dat is ook met de lichaamstemperatuur. Ons lichaamstemperatuur daalt een graadje in de nacht. En het is daarom ook belangrijk om voor een koele slaapkamertemperatuur te zorgen. Er wordt gezegd 16 tot 18 graden. Nou, dat is best wel echt koel. Natuurlijk is dat een stukje uitdagender in de zomerperiode. Maar weet wel, nogmaals, als jouw kindje gevoeliger is, dat dit zeker een bijdrage kan leveren. Wat heel veel ouders ook al echt wel doen, is voor regelmatig te zorgen, hè, middels een bedtijdritueel. Nou ja, hè, bedenk wat voor jou werkt, wat voor jou fijn is. Dim dus ook echt op een bepaald moment de lampen en ook die felle badkamerlampen. Hè. Zorg dat dat eigenlijk al een beetje gedimd is. Zorg natuurlijk als jouw kindje last heeft van bijvoorbeeld omkleden of verschonen. Zorg dan dat je dat natuurlijk als eerst hebt gedaan. Maar probeer wel dezelfde stappen steeds te herhalen. Eigenlijk ook als het natuurlijk middagdutje gaat doen. Want dan gaat op een gegeven moment bij jou kind ook weer zo'n seintje af van, hey, deze stappen gaan we nu nemen, dus ik weet wat er volgt, is de bedoeling dat ik ga slapen. Zorg voor een fijne sfeer in de slaapkamer. Je moet nagaan, alles is energie en alles heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Nou, en je moet wel nagaan als het slaapkamertje van jouw kind vol met dozen staat, vol met rommel staat. Het is niet zo'n prettige sfeer in het kamertje. Nou, als je zelf daar al niet echt zou willen slapen, waarom zou jouw kind dat dan willen doen? Ik wil hier gelijk eigenlijk ook een hele belangrijke kanttekening maken. Nogmaals, ik kijk ook heel erg naar hoe de natuur het bedoeld heeft. En biologisch gezien is het eigenlijk niet logisch om je kind van jongs af aan al op een aparte slaapkamer te leggen. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Als jij je er prettig bij voelt, moet je het zeker doen. Maar weet wel, er zijn maar weinig dieren ook in de natuur die dat doen. Hè? Kinderen hebben in eerste instantie veiligheid nodig, warmte nodig. Door vaak bij mama of papa te zijn, leren ze ook eerst samen ook bepaalde emoties, prikkels, samen te reguleren. Dus eerst samen, om vervolgens het alleen te doen. En iets wat in slaapcoachingsland vaak wordt gezegd, hè, vanaf een maandje of 4 tot 6, dan is het, mag je verwachten dat het een ritme op gaat bouwen, mag je al zorgen dat je kindje naar je eigen slaapkamer gaat. Maar voor sommige kinderen is dat echt nog veel te vroeg. Eerst samen, dan pas alleen. En als de zwangerschap pittig is geweest, of de bevalling is een hele heftige bevalling geweest, dan hebben kinderen echt tijd nodig om eerst nog samen te wennen, samen de boel te verwerken, samen te reguleren, om het vervolgens uiteindelijk zelf te gaan doen. Het is in mijn ogen een misvatting van, nou, we laten kindje apart liggen, zodat ze het zelf kunnen gaan doen. Maar van een veel te jonge leeftijd denk ik dat je eigenlijk alleen maar... Ik denk dat dat niet de meest slimme manier is. Maar ook hier weer, volg voor jezelf wat goed is. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook uitgewezen dat sommige kinderen 9 tot 18 maanden echt samen nog die behoefte hebben. Er zijn ook hele mooie Facebookgroepen over veilig samen slapen. Nogmaals, ik predict helemaal niks hier. Je moet echt doen wat je zelf wil. Ook ik heb het anders gedaan. Maar weet wel dat die mogelijkheden er zijn. En ga je erin verdiepen wat voor jou fijn is. Weet wel dat vroeger, onze opvoeding is ook vaak wel een beetje van, nou, zo snel mogelijk op eigen kamertje, want papa en mama willen ook nog tijd samen. Maar weet wel dat ook onze opa's en oma's 9 van de 10 keer met broertjes en zusjes op de slaapkamers lagen.
Het is pas maar sinds korte periode dat wij luxer leven, dat we grotere huizen hebben, dat we minder kinderen hebben en dat kinderen een eigen slaapkamer hebben. En nogmaals, biologisch gezien is het niet logisch om kinderen al heel vroeg bij papa of mama weg te halen. Maar nogmaals, doe wat voor jou fijn is. Nou ja, zorg voor vaste slaap- en waaktijden en let op de wakkertijden. Dat wordt eigenlijk ook standaard vaak aangeraden. Hè? Ga eens kijken, hoe lang is jouw kindje ongeveer wakker? Hoe lang slaapt jouw kindje ongeveer? Nou, grote kans dat je dat al lang al weet. En dat je al weet dat jouw kind bijvoorbeeld hazenslaapjes doet. De wakkertijd is eigenlijk de periode tussen twee slaapjes in dat jouw kind wakker kan zijn. Als je dat nog niet helemaal weet of daar meer informatie over wil, kijk dan even op mijn website van sylviabernards.nl, want daar heb ik ook een blog over de slaap- en waaktijden en de wakkertijden. En dat zou je nog even na kunnen lezen. Maar nogmaals, als er op onbewust niveau nog pijn of angst gekoppeld is aan het slapen, dan wordt ook het hanteren van vaste slaap- en waaktijden wordt een hele ramp. En iets wat vaak wordt gezegd, ook in slaapcoachingsland, zorg dat er geen negatieve slaapassociatie kan ontstaan. En die heb ik ook in de vragen voorbij zien komen. Mijn zoontje is 10 maanden en valt bij geen enkel slaapje zelf in slaap. Al het eerst wiegen en weg. En als hij wegdommelt, dan overleggen. Hoe kan ik dit oplossen? Nou, een negatieve slaapassociatie is dus inderdaad als jouw kind iets of iemand nodig heeft om in slaap te komen. Dus bijvoorbeeld je kindje in slaap wiegen of in slaap voeden of op de arm in slaap vallen. Nou ja, dat zijn negatieve slaapassociaties, maar ook bijvoorbeeld met de speen. Maar weet wel, er is vaak een oorzaak aan vooraf. Waarom jouw kindje alleen maar in slaap gewiegd kan worden. Of alleen maar in slaap gevoed kan worden. Of alleen maar op de arm in slaap kan vallen. Daar zit nog iets aan vooraf. He, zolang angst of pijn nog aan het slapen gekoppeld is, op onbewust niveau, dan heb je dit soort slaapassociaties vaak. En dan kun je twee dingen doen. Of je kunt het inderdaad cold turkey af gaan bouwen. Maar dat gaat jouw kindje niet leuk vinden, dat gaat jouw kindje niet prettig vinden. Alle alarmbellen zullen afgaan en je zult nog meer stress creëren. Of je gaat dus op zoek naar die echte oorzaak. Hè? Waar is het slapen gekoppeld aan angst of aan pijn? Als ik dat los kan laten, om kan gaan draaien, dan zal het in slaap wiegen of in slaap voeden of op de arm in slaap vallen niet meer nodig zijn. Dus ik zeg, draai het om. Dus ook voor Sirina, als ik het goed zeg. Ga eens kijken waarom jouw kindje jou echt nog steeds nodig heeft om in slaap te wiegen. Hè? Wat zit daaronder? Wat maakt dat jouw kindje eigenlijk jou nodig heeft? En dan kom ik gelijk op een ander stuk. Want dan hebben we dus op angst of over pijn. Pijn hebben we dus meer over fysieke klachten. Maar als we het hebben over angst. Dan kan het dus zijn dat jouw kindje echt angstig is in de nacht, angstig in het donker, angstig dat er ook maar iets gaat gebeuren. Maar het kan ook nog eens zo zijn dat jouw kindje niet zozeer problemen heeft met het slapen zelf, maar wel als ik in mijn bedje gelegd word, gaat mama weg en komt mama misschien nooit meer terug. Dus er zijn ook best heel wat slaapproblemen die juist ontstaan tussen de angst, dat mama weggaat en misschien nooit meer terugkomt. En dit is ook een hele belangrijke om te beseffen. En als dit voor jou geldt, als jouw kind jou claimt, eigenlijk alleen maar jou wil, jou steeds vastpakt, continu op zoek is naar jou, hè, dan kan het zomaar zijn dat er dus een kink in de kabel zit in de moeder-kindrelatie. En dat wil niet zeggen dat jij het probleem bent, zeker niet. Maar ga ook hier eens kijken binnen de familielijn. Een verhaal tussendoor. Ik kijk even of er nog comments zijn. Nee. Mocht je vragen hebben, stel ze. Hè? Of als er onduidelijkheden zijn. Dan stel ze gerust. Over die moeder-kindrelatie. Ik was een paar jaar geleden alweer op een event.
business event. Dus dan is het al heel gauw. Hey, wat doe jij voor werk? Wat doe jij? Nou, prima. We raakten aan de praat. En ze hoorden dat ik de slaap- en gezinscoach was. En toen zei ze, oh, jou had ik een paar jaar geleden nodig gehad. Ik zei, wat dan? Nou, vanaf 9 maanden. Mijn dochtertje sliep niet meer. Ze klampte zich continu aan mij vast. Mijn man kon haar niet overpakken. En ik ben echt een hele tijd alleen maar bezig geweest met mijn kind en met mijn dochter. Ze was heel vaak wakker. En nogmaals, ze claimde me totaal. Nou, en ook een hele belangrijke uitspraak van haar. Eigenlijk ook voor jullie. Wacht niet totdat de zwarte vlekken voor je ogen verschijnen. Ik vond het een hele mooie uitspraak van haar. Ze zei, diep van binnen weet je al dat er iets niet klopt. Maar ja, je vraagt na of je gaat langs de huisarts of wat dan ook. En je wordt of een beetje weggebuift, zeg maar. Hè, van, oh ja, het zal allemaal wel. Of je moet het even aankijken. Of je bent misschien overbezorgd. Nee, diep van binnen weet jij dat er iets niet klopt. Dus ga dan ook op zoek naar andere mogelijkheden. Want die zijn er. Nou, vanaf 9 maanden was het dus zo. En dat heeft een hele periode geduurd. En uiteindelijk bij haar is het vanzelf overgegaan. Ik zei, nou, ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Weet je welke oorzaak eronder zit? Ze zei, nee, ja, weet ik eigenlijk niet. En ik zei, nou, ik ben wel eigenlijk heel benieuwd, hè. Vanaf 9 maanden liet zij dit gedrag zien. Dus wat is er in die periode gebeurd? Ja, met 9 maanden, nee, er is niks echt gebeurd. Het was voor ons prima, geen gekke dingen. Oké, ik zei, nou, wat is in mijn 9 maanden zwangerschap? Nou, dan zit je dus met de geboorte. Nee, dat was eigenlijk ook niet. En toen zei ze ook van, ja, weet je, het is echt alsof ze mij vastklampt en vastclaimt. En toen vroeg ik eigenlijk of zij haar dochtertje wel eens alleen heeft gelaten. Ze zei nee. Ik zei, zij laat het gedrag zien alsof ze doodsbang is dat jij weggaat. Heb je haar wel eens even alleen gelaten per ongeluk? Nee, zei ze. Ik zei, ben je zelf wel eens alleen gelaten door je moeder? Nee, zei ze. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Mijn moeder is haar moeder verloren toen zij 9 jaar was. En dat heeft ze waarschijnlijk nooit kunnen verwerken. Ik zei, ja, maar hier zit wel een heel duidelijk verhaal. Dus de oma van het meisje was 9 jaar toen ze haar eigen moeder moest verliezen. En het verhaal klopt ook, zei ze. Want vervolgens, moeder wordt groter, die krijgt zelf kinderen. En deze oma was ook altijd heel erg claimerig wel naar haar eigen dochter. He, dus met de dame die ik sprak, van ja, die claimt mij zowat. Ik moest me er echt af en toe los van frikken. Ja, en nu eigenlijk, jouw dochtertje laat jou hetzelfde zien door dat kleverige gedrag. Hè, al het verdriet wat daar nog bij komt kijken. Hè, dus in haar systeem, wat dus doorgegeven wordt in de genen. Mama kan zomaar verdwijnen. Dat werd dus getriggerd toen zij 9 maanden oud was. En zodoende liet zij dit slaapgedrag zien. Nou, de dame waar ik mee sprak, die stond echt een paar tellen zo van, ja, je hebt gelijk, het klopt. Ik zei, nou, dan gaan we hem nog een stukje doortrekken. Zitten er toevallig ook in je partnerskant moeders die jong overleden zijn of weg een tijdje opgenomen zijn of emotioneel totaal niet tot hun beschikking waren? Ja, zei ze, de moeder van mijn man heeft hetzelfde ongeveer meegemaakt. En zo zie je dus dat bepaalde patronen in de familielijn uiteindelijk terug kunnen komen en zich kunnen verhouden tot ook jouw kind of kinderen. Dus als we het hebben over slaapproblemen, kan ook het stukje moeder-kind thema een belangrijk stuk zijn. Mocht dit verhaal je trouwens raken, blijf ook rustig doorademen. Maar weet dat hier dus misschien iets in de lijn zit voor jou om naar te kijken. Hè? Hoe is de relatie met je eigen moeder? Maar ook hoe is de relatie van je moeder met jouw oma? Want ook dat is zo bijzonder. Als toen jouw oma zwanger was van jouw moeder, was jij al in de maag. Want op de eicellen, zeg maar, die op dat moment, als je moeder bij je oma in de buik zit, worden daar de eerste eicellen ook al aangemaakt. En uit één van die eicellen ben jij natuurlijk geboren. Dus zeker is het iets om terug te kijken ook. Even kijken. Ik heb nog een andere vraag. Oké, ons kindje is nu 6 maanden. Hij sliep op een gegeven moment door, een week. Daarna werd hij 's nachts rond 3 uur wakker.
Speen erin en hij sliep weer. Nu wordt hij om iets van 4 keer per nacht wakker. Dan geven wij hem eten en dan laten we hem weer slapen. Als hij wakker wordt, maakt hij geluid, geen gehuil en slaapt met zijn beentjes op het bed. Spelen, wat kan het zijn? In eerste instantie is het dan altijd belangrijk om te kijken, heeft jouw kind fysieke klachten, ja of nee? Hè? Zijn er fysieke problemen? Maar als ik jouw verhaal zo lees, dan zal dat niet zo zijn. Daarna gaan we kijken, oké, welke angsten zitten eronder? Je zegt, hij werd steeds rond 3 uur wakker. Nou weet ik niet hoe ik hem moet lezen. Werd hij ook letterlijk vaak om 3 uur in de nacht wakker? Of is het om de 3 uur? Want als kinderen rond een bepaald tijdstip steeds wakker worden, is het heel interessant voor jou om te gaan kijken, hé, wat is daar rond dat tijdstip ooit gebeurd? Bij mij, bij mijn partner, bij mijn ouders, wat een impact heeft gemaakt. Want zo heb ik ook meegemaakt dat ook een bepaald... meerdere verhalen heb ik daarover dat bepaalde kinderen rond tussen 11 en 12 uur altijd wakker werden, heel onrustig werden. En bij navraag bleek inderdaad dat toen moeder zwanger was, rond dat tijdstip een naar telefoontje heeft gehad over dat ernstig ziek en mensen komen te overlijden. En de biologie gaat het opslaan. Zo van, let op, rond dat tijdstip kan er iets gebeuren. Ja, rond 3 à 4 uur wakker. Rond 3 uur, 4 uur, wat is daar gebeurd? Bij jou, bij je partner, tijdens de zwangerschap. Wat is daar gebeurd? En laat je onderbewuste even gaan. Je zegt ook, want dat is ook interessant, jouw kindje slaat met zijn been op het bed. Nou ja, wat doen we met benen? Sowieso weg ook willen, hè? Vluchten. Dus het kan ook zomaar zijn, waar wil jouw kindje weg van? Of waar wil het naartoe rennen? Of waar wil het weg van rennen? Maar ook wie wil het een schop verkopen? Dus kijk ook echt van, hé, wat is daar gaande? En de kans is dus groot dat hier nog een angststuk onder zit. En dus nog een slaapprobleem of een overlevingsmechanisme. En als we hem doortrekken, dan is het ook altijd heel erg interessant om te gaan kijken. Hoe slaap jij zelf? Hoe voor het slaapprobleem? Hoe sliep je vroeger als kind? Ik heb ook een klant gehad die zelf eigenlijk nog heel bang is om zelf te slapen. En ook als kind altijd heel erg bang was. En als jij dat niet hebt los kunnen laten of niet hebt op kunnen lossen, de kans dan aanwezig dat jouw kind hetzelfde heeft. Even kijken, vanuit de comments, ik weet jouw naam niet, ik zie jouw naam niet, maar laat je onderbewuste even aan het gang gaan. Wat is er ooit rond 3 uur, 4 uur, 's nachts gebeurd? Wat een impact heeft gemaakt? Wat vervelend was. Nou ja, eigenlijk met al deze dingen dus, ook al zou je maar 1 ding onthouden, er is dus niks mis met jou. Het is niet zo dat het jou niet lukt om jouw kindje in slaap te krijgen of in een slaapritme. Hè? Er zit iets onder. Het ontbreekt ons tegenwoordig alleen aan de juiste kennis en vaardigheden. En het is soms dus echt een zoektocht om te kijken wat zit eronder. Maar als je dat aangaat, dat proces, en daar echt ook open voor staat, dan kan het zomaar snel gaan. Jouw onderbewuste geeft jou die antwoorden wel. Deze lezing doet iets. Het kan zomaar zijn dat je vanavond op de bank zit en in 1 keer wel een gebeurtenis naar boven komt. Of een gedachte. Of als je ouders nog leven en je bent nog in gesprek met je ouders, dat in 1 keer je moeder van de week met een verhaal komt. Zo werkt het. Als jij het antwoord wil weten, als jij het slaapprobleem bij de kern aan wil gaan pakken, dan gaat dat gebeuren. Het is alleen de vraag of dat vandaag is, volgende week of volgend jaar. Nou, ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk voor je, maar zo werkt het onderbewuste. Oké. Als hij slaapt, slaapt hij wel heel goed. Niks dat wij weten. Voor zover weet is er niks rond dat tijdstip ons vermoeden was. Is na zoveel uur slaap wordt hij wakker. Wij worden allemaal wakker, hè? Zo werkt sowieso het slaapsysteem. Hey, je maakt een slaapcyclus van ongeveer 90 minuten.
En daarna worden we even wakker en dan draaien we ons weer om en dan slapen we weer verder. Het gaat in slaapfases. En dat is het ook bij kinderen. Jongere kinderen is die slaapfase wat korter. En bij oudere volwassenen dan gaat het wat verder. Maar wij zijn in staat om ons even om te draaien. Om even wat te drinken of even naar de wc te gaan en daarna weer in slaap te vallen. Maar als jouw kind natuurlijk ergens angstig voor is of stress heeft, dan wordt het lastig. Als jouw kind gewend is om in slaap gewiegd te worden of in slaap gevoed te worden, dan wordt het lastig. Hè? Dan ben jij er niet op dat moment. Stel dat... Even kijken. Wat ook nog kan, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Rond 3 à 4 uur kun je ook nog eens naar de meridiaanklok kijken. Meridiaanklok... Nou weet ik niet of ze ook Chinese klok zeggen. Bepaald orgaan is op dat moment actief. Dus als rond 3-4 uur bijvoorbeeld, ja niet de darmen. Ik weet het even niet uit mijn hoofd welk orgaan. Longen kan ook. Als die op dat moment actief is en er zit een longprobleem in de familielijn, dan zou dat zomaar ook nog eens kunnen dat dat een mogelijkheid is. Maar dan moet je hem even zelf opzoeken. Gewoon even op Google meridiaanklok en dan kijken rond dat tijdstip welk orgaan er op dat moment actief is. En ga dan eens kijken in de lijn, in de familielijn, welke fysieke klachten er zitten. Hij valt wel goed zelf in slaap. Nou, super. Maar ja, jouw kindje is nog maar 6 maanden, hè? Zit het hem in de voeding? Heb je het idee dat hij echt honger heeft? Zit er überhaupt tekorten, voedingstekorten in de familielijn? Zo kun je natuurlijk ook nog eens kijken. En nogmaals, het is een hele zoektocht. En natuurlijk in zo'n lezing is het moeilijk om even snel even een probleem op tafel te leggen. Maar weet wel dat dit de manier is. Door jouw vraag te stellen, jij zegt nee, is het niet, is het niet, is het niet, is het niet. Maar op een gegeven moment komen we wel op een pad van, hé, maar daar mag je wel naar kijken. Dus ook natuurlijk voeding heb ik ook gehad. Hè. Er zaten echt voedingstekorten in de familielijn. En het kindje wilde continu ook drinken, drinken, drinken. Borstvoeding, borstvoeding, borstvoeding. Eigenlijk was zijn onderbewuste bezig met, ja, maar pas op, er kan tekort komen. Dus ik moet het aanvullen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de geboorte. Als de geboorte heftig is geweest en die is rond dat tijdstip gebeurd, hè, dan kan het ook zomaar zo zijn. Nou ja, er zijn meerdere wegen naar Rome. Even kijken. Nou ja, diep van binnen eigenlijk. En dat is het dus met als er angst of pijn gekoppeld zit aan het slapen. Diep van binnen wil jouw kindje niet alleen slapen of wil niet slapen of wordt meerdere keren per nacht wakker. Diep van binnen voelt jouw kindje angst, stress of pijn. Het vecht-vluchtsysteem gaat aan en in slaapvallen wordt dan steeds lastiger. He? Dus in die zin, kijk ook echt naar de signalen die jouw kindje geeft. He? Jij geeft net al aan, hij slaapt daarna of zij slaapt daarna wel gelijk wel weer verder. Dus he? Dan is het eerst in het begin eventjes lastiger. Maar na het slapen gaat het beter. Of na het eten gaat het beter. En wat ik dus al las bij Stephanie. Elke nacht krijsend wakker worden. Ja, dan zit de paniek onder. Dus dan is echt de vraag, wat is er ooit gebeurd in de nacht? En als we het hebben over wat is er ooit gebeurd in de nacht, dan kan het dus echt van alles zijn. Wat een impact heeft gemaakt bij jouw kindje. Bij jou zelf, je partner. Tijdens de zwangerschap, maar misschien ook in de familielijn. En dan ga ik er gelijk een hele heftige ingooien, zodat je het begrijpt. Oké, mama at vroeger slecht. Papa at heel goed. Bij hem gaat het goed, sinds kort wel begonnen met vaste voeding. Oké, als jij het idee hebt van, hé, dit raakt een beetje, dan zou je op die tour even verder kunnen zoeken. Maar we hadden het net natuurlijk ook over de moeder-kindrelatie. Ik weet niet of dat resoneerde met je. Hè? Als we het hebben over... soms worden kinderen ook echt alleen maar wakker om alleen nog maar ook te voelen van... Hé, is mama er nog? Maar ik heb niet het idee, volgens mij, anders had je dat wel gezegd. Maar in voeding, daar zit natuurlijk ook nog een heel stuk. En wat is er ooit gebeurd überhaupt met voeding in de nacht?
Wat ik al zei, wat is er überhaupt ooit gebeurd in de nacht? Om gelijk een heftig voorbeeld te geven. Als er bijvoorbeeld misbruik zit in een familielijn, kun je er bijna donder op zeggen dat één of meerdere familieleden slaapproblemen ontwikkelen. Dit is zo'n heftig voorbeeld dat het hopelijk ook duidelijk is in die zin hoe je biologie werkt. Als het ooit is gebeurd in de familielijn, bij opa, oma of wie dan ook. En dat is zo heftig, de biologie wil zich daartegen beschermen. Wat ga je dan doen? Je gaat een systeem creëren waarbij je alert bent, waarbij je alert blijft. Zodat je het gevaar maar aan ziet komen. Als dat niet verwerkt wordt, wordt dat op celstructuur doorgegeven in de familielijn. In die zin, die overlevingsmechanismes. En zo kan het zomaar zijn dat als dat echt gebeurt in de familielijn, nogmaals, één of meerdere familieleden zullen dan uiteindelijk slaapproblemen hebben, omdat ze dus dat alerte systeem hebben. En waarom het ene kind wel en het andere kind niet? Ook daar zit weer een systemische waarheid in. Dus ook hier is het weer heel goed mogelijk dat jouw oudste dan slechter slaapt en je jongste niet. Maar ja, zitten er echte slaapproblemen in de familielijn? Dan kan het dus ook op die manier mogelijk zijn dat alle drie de kinderen bijvoorbeeld slecht slapen. En zo is het dus om te gaan kijken, te gaan onderzoeken. Wat zit er op onbewust niveau bij mijn kind? Wat zit er bij mij? Wat zit er bij mijn partner? Hoe sliep ik zelf als kind? Hoe sliep ik ook op een latere leeftijd? Zijn er bepaalde heftigheden gebeurd bij mij in de nacht of gekoppeld aan het donker? En kijk naar het gedrag ook van jouw kind, wat het laat zien en ga op onderzoek uit. Ja, en dat is natuurlijk heel anders en anders kijken dan wij vaak geleerd hebben of hoe wij opgevoed zijn. Wij zijn natuurlijk ook wel opgevoed met de vuile was hang je niet buiten, maar ook emoties, die stop je weg, we gaan gewoon door. En weet ook dat onze vorige generaties dat ook nodig hadden. Hè? De oorlogsperiode is een pittige periode. En daar was het natuurlijk ook belangrijk om te overleven. En vaak die generatie was meer bezig met er moet voedsel zijn en onderdak. Onze ouders zijn al heel vaak weer van een latere generatie. Hè, waarbij voedsel en onderdak vaak wel aanwezig was. Maar die zijn weer meer bezig geweest van hey, ik wil dat mijn kind een goede scholing heeft. Goede educatie heeft. Nou, en nu krijg je een generatie waarbij goede voeding, onderdak, scholing er is. Maar nu komt het volgende stuk aan bod, de emoties. He? We zijn vaak ook opgevoed met, oh, je valt, kus je erop en weer door. Veel mensen weten niet hoe ze met hun emoties om moeten gaan. Maar weet wel dat het heel belangrijk is, want hoe meer jij emoties onder gaat dompelen, uiteindelijk vroeg of laat komt het een keer naar boven. En ja, dat maakt natuurlijk dat je alles ineens op je bordje krijgt. Maar weet wel dat het stap voor stap belangrijk is om te ervaren. Oké, welke emoties ervaar ik nog? Welke gevoelens heb ik nog? Want daar zit uiteindelijk de sleutel. Daarom ook, zijn er dingen in deze lezing die je raken? Weet dat daar dus nog iets zit. Weet dat daar nog een onverwerkte gebeurtenis zit. Wat gebeurt dus bij jouw kind, bij jou, of bij je ouders of voorouders? En als je die dus nog kan voelen, die emoties daar kan laten zijn, dan zullen ze stap voor stap gaan verdwijnen en lichter worden. En zal de overtuiging en het overlevingsmechanisme niet meer nodig zijn. Want dat is het ook met overtuigingen. Het is eigenlijk zo binnenwereld, zo buitenwereld. En ja, als je dus iets wil veranderen in je buitenwereld, maar ook voor je kind of kinderen, is het gewoon heel belangrijk om je binnenwereld op te gaan schonen. En dat is iets wat we tegenwoordig natuurlijk nagenoeg niet leren. En ja, leer je het niet, dan klopt het leven toch aan. En ja, in het ergste geval dus als een keer, als je het maar doorrent en onderdompelt. Uiteindelijk stroomt een keer over en kom je in een burn-out of krijg je een ongeluk of wat dan ook. Ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar dat zie je natuurlijk wel heel veel gebeuren. Dus ja, sta stil ook echt bij wat jij ervaart. Wat doet heel deze slaapsituatie met jou? Denk daar eens even over na. Wat doet dit met jou? En tuurlijk, er is vermoeidheid. Maar er speelt misschien nog wel veel meer. Is er steeds een zinnetje van, ik doe het niet goed. Of het maakt me onzeker. Of waarom kunnen andere kinderen dat wel en ik niet? Het ligt dus niet aan jou.
Dit is alleen iets wat jij nu op je bordje krijgt. En het is geen toeval dat het net jou betreft en jouw kind betreft. Maar ga ook van binnen voelen, wat doet dit met mij? Hoe meer we er tegen vechten, ik wil geen slechte moeder zijn, ik wil niet dit, ik wil niet zus. Ja, dan ga je een tegenkracht geven. En alles wat wij ook uitzenden aan trilling, komt uiteindelijk naar je terug. He, als jij natuurlijk angsten en stress, ook dat heb ik meegemaakt met klanten. En dat is meer dan logisch. Als jij natuurlijk 's ochtends al opstaat en al bang bent van, oh, hoe gaat het slapen vanavond? Wordt het weer zo'n strijd? Hoe moet ik het gaan doen? Je zendt daarmee al een lage trillingsfrequentie uit. Je zendt al angst en stress uit. En kinderen voelen dat en die gaan erop reageren. Dus het is heel belangrijk om echt steeds weer stil te staan. Chips, wat doet dit met mij? En wat heb ik op dit moment nodig? He? En kijk of je dat dan kan realiseren. Even kijken. Nou, als we het dus hebben over slaapproblemen. Op onbewust niveau zit er nog angst of pijn gekoppeld aan het slapen. Ga kijken of er fysieke klachten zijn en sluit die natuurlijk uit. Ga ook op zoek naar wat die fysieke klachten jou te vertellen hebben. Hè, want zo zit ook in de familielijn vaak. Komen er meerdere klachten vaker voor. Hè, zo zitten er bepaalde families hart- en vaatziekten, of sommige families rugklachten, sommige families luchtwegklachten. Het kan allemaal. En ook dat is dus weer niet voor niks. En weet dat je het om kan draaien. Weet dat je het los kan laten. Dus ook de ziekte is geen eindstation. Ga verder kijken. En de biologische natuurwetten kunnen je daar prachtig bij helpen. Het is echt een interessante materie. En als je dat natuurlijk hebt uitgefilterd, ga kijken waar de angst is ontstaan. Wat is er ooit gebeurd in de nacht? Zitten de slaapproblemen in de familielijn? Hoe slaap jij zelf? Welke heftige ervaringen zitten er in de familielijn met betrekking tot nacht, met betrekking tot avond? En hier kun je eventueel ook de vragen bij gebruiken op mijn website, sylviabernards.nl. Dan kun je daar het gratis werkboekje downloaden met een aantal belangrijke vragen. En zo zet je dus je onderbewust al aan het werk. En zo komen er antwoorden boven. En dat is dus ook mijn advies voor de dames uit de Facebookgroep. Stephanie Charmaine, als ik het goed zeg. En Sirina, ga kijken wat op onbewust niveau zit. He, er is een reden voor waarom jouw kindje nog vaak wakker wordt. En ook de dame die dus de comments geeft, maar waarvan ik niet weet welke dame het is. He, als we het hebben over voeding. Mama at vroeger slecht. Daar zit ook weer een oorzaak onder. Een emotioneel onverwerkt stuk. Wat waarschijnlijk ook in de familielijn zit. En het zou zomaar kunnen zijn dat jouw kindje dat nog laat zien. He, dat het graag nog steeds voeding wil in de nacht. En dan wordt het kindje natuurlijk ook wakker. Maar ga dus op zoek naar wat zit eronder. Waar is het ontstaan, het slaapprobleem? Welke angsten zitten eronder? Wat zit er in de familielijn? En laat je onderbewuste aan het werk gaan. En dus ook voor Sirina, eerst de bedoeling om die kern aan te gaan pakken en dan pas los te gaan laten dat je kindje niet meer in slaap wil wiegen en dat soort dingen. Want op dit moment hebben ze dat gewoon nog nodig. Zolang die kern niet te pakken is, zolang de echte oorzaak er niet onderuit is, dan is zo'n slaap associatie gewoon nog echt nodig. Zijn er nog vragen? Want we zijn alweer een uur verder. Ja, stel jezelf dus vragen, hè? Maar dat doe ik dus ook. En jouw onderbewuste weet het. En dat is het dus, de negatieve slaaplink opsporen, verwerken en loslaten. En soms gaat het snel, soms duurt het wat langer, soms zitten er meerdere verhalen. Ja, als het aan de ene kant van een familielijn zit, zit het misschien ook aan de andere kant van een familielijn. Maar weet dat dat mogelijk is. En een hele belangrijke is, praat met je kindje. Zeg wat je ervaren hebt, maar zeg ook van waar je op dit moment tegenaan loopt. Van, lieve schat, ik vind het zo vervelend voor je. Ik zou zo graag jou beter willen helpen. Maar het maakt me onzeker. Ik weet niet zo goed of ik het goed doe. Maar al die emoties laat die bij mij. En zijn er dus bepaalde dingen gebeurd in de familielijn of bij jou die heftig waren, vertel het tegen jouw kind in kindertaal. Het kan ook als jouw kindje wel slaapt.
Dat je vertelt wat er is gebeurd vroeger. Hè, oma heeft dit en dit en dit meegemaakt. Maar dit was van oma, dus niet van jou. Laat het bij oma. Heel belangrijk om te vertellen. Want het onderbewuste van je kindje weet het al lang al. Want hij laat, of zij laat het zien met het gedrag. En daarom is communiceren ook zo belangrijk. Vertel jouw verhaal. Ook als de zwangerschap pittig is geweest. Ook als de bevalling pittig is geweest. Vertel het verhaal tegen je kind. Al dan niet in kindertaal. En vertel ook hoe jij het ervaren hebt. Maar zeg ook heel duidelijk bij. Dit zijn mijn emoties. Mijn gevoelens. Jij mag lekker kind zijn. En dat kunnen al hele belangrijke tips zijn. Waardoor dingen gaan draaien. Ja, aan de ene kant is dus bewustwording. Wat heeft er zich afgespeeld in de lijn? En voelen in je lijf wat het nog met je doet. En eigenlijk is het een hele simpele materie. Maar is het altijd makkelijk? Nee. Is het makkelijk om door de emoties heen te gaan? Nee, zeker niet altijd. Nou, nogmaals, op sylviabernhards.nl kun je dus ook bij gratis het werkboekje downloaden als je dat wil. Nou, en dan ben ik echt aan de laatste slotfase toe. Mocht je later deze terugkijken en nog vragen hebben, dan kun je die stellen in de besloten Facebookgroep. Help, waarom wil mijn kind niet slapen? Daar kun je altijd gratis voor aanmelden in de besloten Facebookgroep. En daar kun je ook je vraag nog stellen. En dan kan ik met je meedenken, met je meekijken. En dat geldt ook voor de dame die al in de Facebookgroep zit. Hè, als we het hebben over voeding. Als er nog dingen bij jou naar boven komen met betrekking tot voeding of wat er vroeger is gebeurd. En je vraagt je af of dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Kun je die ook eventjes in de Facebookgroep zetten. Of mij een persoonlijk Messenger bericht sturen. Maar dan kan ik nog heen en weer wat vragen terugstellen. Want nogmaals, jij weet de antwoorden. In jou zitten de antwoorden. En ik help alleen om bepaalde antwoorden boven te krijgen. Dat is ook mijn expertise. En de verbanden leggen. En daarmee kun je dus heel gauw op het juiste spoor zitten. Mochten er verder geen vragen meer zijn, dan ga ik hem afronden. Ik wens jullie sowieso een hele fijne dag. Ik hoop dat het je inzichten heeft gegeven. Heeft het je de nodige inzichten gegeven? Dan zou ik het heel erg waarderen als je ook op YouTube even een like geeft op mijn live. Die daar dus ook te zien is en te bekijken is. En hou mijn YouTube kanaal dan ook in de gaten. Want ik wil de komende tijd meer online lezingen gaan geven. En niet alleen over slaap. Ook over voeding toevallig. Ook over help, hoe volg ik nou mijn moedergevoel? Want ook daar hebben best wel heel veel moeders last van. En dat betekent niet dat er iets mis is met jou. Nee, er zitten ook weer patronen onder. En dat is zo zonde. En die wil ik heel graag met jou blootleggen. Zodat je nog beter je moedergevoel kan gaan volgen. Dus kijk ook echt even op mijn YouTube kanaal van Sylvia Bernhards. En dan kun je mijn lezingen blijven volgen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Heel erg bedankt voor het kijken. En wellicht tot de volgende keer. Doei!